Fractuurleer deel 1. In dit deel wordt de algemene fractuurleer behandeld. Er is ook nog een deel 2 waarbij de speciale fractuurleer wordt behandeld. Wat gaan we doen? Allereerst hoe worden fracturen ingedeeld? Vervolgens welke verschijnselen zijn er bij fracturen? Hoe komt de genezing tot stand? Hoe wordt er behandeld en wat kan er eventueel misgaan, oftewel de complicaties? Allereerst de indeling van fracturen. Dat kun je natuurlijk op verschillende manieren doen. Je kunt zeggen, ik heb een gebroken pols, gebroken rug, noem maar op. Maar je kan het ook op een andere manier doen. Dus niet alleen naar plaats. Je zou het ook natuurlijk kunnen specificeren. Zoals ja, een gebroken bovenbeen of een gebroken dijbeen is toch anders dan een intertrochantere femurfractuur. Daarnaast is een veelgebruikte manier om in te delen is naar de stand van een fractuur en allerlei andere zaken die erbij komen. Allereerst zien we dan op de plaatjes een zogenaamde gesloten fractuur. Een gesloten fractuur betekent dat er een botbreuk is, maar geen huidletsel. Op deze tekening zie je dan een open fractuur. Dat wordt ook wel een gecompliceerde fractuur genoemd. Hierbij is er sprake van een botbreuk en een huid- of wekendelenletsel. En dan is het feit eigenlijk zo dat de botbreuk wordt gecompliceerd door de aanwezigheid van een huid- of wekendelenletsel. En vandaar dat we het ook wel een open of gecompliceerde fractuur noemen. Denk erom dat het botdeel echt niet naar buiten hoeft te steken hoor. Zelfs al een huidverwonding ter plaatse van een fractuur betekent dat er sprake is van een open of gecompliceerde fractuur. Indien er sprake is van meerdere botstukken, dan is er feitelijk een soort van verbrijzeling en spreken we van een comminutieve fractuur. Hier zien we een fractuur met een zogenaamde verplaatsing. Dus hier zijn de botdelen zijn verplaatst ten opzichte van elkaar. Soms is er dan ook sprake van een verkorting. Een variant hierop, zie je hier, dat is als de botstukken in elkaar geslagen zijn. En dan spreken we van een enclavatie. Hier een schuine fractuur, oftewel een oblieke stand, en een zogenaamde spiraalfractuur, die tot stand komt door een rotatie tijdens de botbreuk. Een hele bijzondere variant zien we dan hier getekend, maar ja, die tekening is niet helemaal correct, want het is iets wat optreedt tot bij kinderen van ongeveer tot 12 jaar, dus tot begin puberteit, is de zogenaamde greenstickfractuur. Wat is er bijzonder? Dat het botvlies bij kinderen nog veel anders van samenstelling is dan bij volwassenen, namelijk veel taaier. En dat betekent dat het bot gebroken kan zijn en dat botdelen bij elkaar gehouden worden door het taaie botvlies. Houdt dus in dat er geen verplaatsing is, wel de fractuur verschijnselen verder als pijn en dergelijke, maar ook de functie gewoon vaak helemaal in stand is gebleven. Aparte categorie dus de greenstick of groenhoutfractuur. Hier nog eventjes dan het verschil tussen een gesloten fractuur met intacte wekendelen en huid en daarnaast de open of gecompliceerde fractuur. Verschijnselen van botbreuken of fracturen zijn uiteraard pijn, tenzij natuurlijk situaties zijn waardoor er geen pijn gevoeld wordt, bijvoorbeeld dat iemand helemaal beneveld is of dat er sprake is van een enorme panieksituatie. Zwelling, er zal door de botbreuk zal er ook bloeding ontstaan, want botweefsel is heel goed doorbloed. Een abnormale stand, hoeft niet altijd natuurlijk, zeker bij die greenstick niet. Een abnormale bewegelijkheid is er eigenlijk nooit, tenzij het sprake is van het bewegen bij iemand die buiten bewustzijn is, of dat iemand in doodsangst weg moet rennen met een gebroken arm. Verschijnsel crepiteren, ja, dat is iets wat gehoord kan worden als de botstukken tegen elkaar knarsen. Het is alleen iets wat je nooit mag opwekken, want het is natuurlijk ongelooflijk pijnlijk ook voor de betrokken persoon. We gaan over naar het onderwerp fractuurgenezing. En we zullen zien dat het bloeduitstorting tussen de botdelen, oftewel het fractuurhematoom, ontzettend belangrijk is. Dat geeft ook direct aan dat bij een open botbreuk, waarbij de bloeding wegloopt, tenminste als het dermate open is dat het kan, dat er uiteraard dan een enorme vertraging van de genezing zal optreden. Wat is het geval? Het hematoom, oftewel de bloeduitstorting, werkt heel prikkelend op botvoorlopercellen.
En dat zijn de zogenaamde osteoprogenitorcellen. Die cellen die zitten in het botvlies, oftewel periost, en worden geprikkeld door dat bloed wat er aanwezig is. Dan gaan ze zich omvormen tot bindweefselvormende cellen, maar ook tot kraakbeen- en botvormende cellen. Er ontstaat dus op de plek waar iets van de fractuur zit, nieuw jong bot, en dat heet callus. Dat callus is in eerste instantie week en zal naarmate het langer bestaat ook meer verbenen en harder en belastbaarder worden. Na verloop van tijd zie je dat die callus ook helemaal verdwijnt. Dat noemen we de remodellering. En meestal is het dan zo dat het heel aardig weer geneest als het tenminste goed gezet is. En uiteindelijk blijft er niets anders te zien als een lijn waar ooit die fractuur heeft gezeten. En dan spreek je dus van de fractuurlijn. Hierin plaatjes weergegeven. We zien hier linksbovenaan het fractuurhematoom. Prikkeling van het bloed naar het periost. En we zien dan de vorming van nieuw jong weefsel. En in eerste instantie zal het bindweefsel, kraakbeen en daarna bot gaan worden. En we spreken dan zogenaamde callusvorming. We zien hier, We zien hier dat die callus dan helemaal verbeent. Hier wordt het dunner en dan spreek je van de remodellering. En uiteindelijk is er dus een totale genezing. En wat in de laatste tekening rechtsonder niet zichtbaar is, is dat er dan een dun lijntje overblijft, oftewel de fractuurlijn. Nou, de behandeling houdt eigenlijk in dat je de genezing langs natuurlijke weg zoveel mogelijk stimuleert. En dat kun je doen door het terugbrengen in anatomische stand, dat heet de repositie. En dan ook voldoende rust geven en dan spreek je van immobilisatie. Basisvoorwaarde voor de immobilisatie is dan dat het langdurig is en ja, dat je dus ook echt niet beweegt. En dat kan op een aantal manieren plaatsvinden. Door gips, kent iedereen natuurlijk, tractie, trekken. Ik zal dat straks aan de hand van een plaatje weer uitleggen. Of door operaties. En dan kan het ook gelijk gezet worden natuurlijk. En dan kan het inwendig worden gefixeerd of extern gefixeerd. Ook aan dat zullen we zo direct aan plaatjes laten zien. Hier zien we het ouderwetse gipsverband, in dit geval een gipsspalk. Let erop dat als het circulair gips is, dat het ten alle tijde dat de uiteinde van het lichaam, vingers en tenen, goed bekeken moeten worden op doorbloedingsstoornissen. Hier zien we de ouderwetse tractie. Wordt nog wel gebruikt, zeker bij onderbeenfracturen, maar vooral ook preoperatief. Waarom tractie? Nou, zeker bij verplaatsing kan dit een methode zijn waardoor de langzaam maar zeker door het trekken met een gewicht weer een repositie optreedt. En ja, het kan natuurlijk dan ook weer aan elkaar genezen. Hier zien we voorbeelden van operatieve ingreep. Aan de linkerkant zie je een zogenaamde externe fixatie. Wordt vooral gebruikt bij gecompliceerde botbreuken, dus open botbreuken. Met name aan het onderbeen, maar ook bij het bekken wordt het vaak toegepast. Voordeel is dan natuurlijk dat je de huid en leken delen ook kunt verzorgen. En dat kan niet als het in een gipsverband zit. Hier zien we schroef- en plaatfixatie bij A en B. B is alleen een schroeffixatie en bij C is er gebruik gemaakt van een zogenaamde mergpen. Complicaties van de fractuurgenezing kan gebeuren dat het niet goed aan elkaar groeit. Dan spreken we van een malunion. Er kan ook sprake zijn van vaat- en zenuwletsel, maar dat houdt eigenlijk in dat, dat er eigenlijk altijd een operatieve ingreep moet plaatsvinden, waarbij dan ook die vaat- en zenuwproblematiek moet worden aangepast. Op de lange duur kan er ook sprake zijn van wat we vroeger noemden de Sudex'e dystrofie en tegenwoordig wordt aangeduid als het complex regionaal pijnsyndroom, oftewel CRPS. Dit was het laatste stukje over fractuurleer deel 1.